Goedemorgen vrienden, of collega's, of sportvrienden, roept een teamgenoot van mij regelmatig als hij 's ochtends de kleedkamer binnenkomt, waarmee hij zich hardop afvraagt hoe de verhoudingen precies liggen. Wie een aantal bekende voetballers op Instagram volgt, ziet dat ze elkaar graag bestoken met bro's, hartjes en andere liefdevolle emoticons. En je krijgt al snel de indruk, die gasten kunnen het goed met elkaar vinden. En vaak is dat ook zo. Zo is alom bekend dat Maarten bijvoorbeeld heel goed bevriend is met Morten Thorsby. Maar is dat iets unieks? Lopen voetballers bij elkaar de deur plat en bestaat er zoiets als een vriendenteam? Vandaag storten we ons op de innige banden tussen voetballers. Boys, goedemiddag. Goedenavond. Goedenavond. Vanuit onze thuishaven weer, Club Haug. Hoe is het ermee? Ja, gaat eigenlijk wel goed, man. Met jullie? Ja, goed. Thomas die draagt zijn koptelefoon. À la Thierry Baudet. Juist, ja. Op zijn voorhoofd. Kleine hommage. Ja. Ja, we wilden misschien over het coronapassie gaan hebben straks. Dus ik weet wel welk standpunt Thomas gaat innemen. Maarten, jij was dit weekend aandachtig toeschouwer als voetbalsupporter bij alle wedstrijden die je kon bezoeken. Zowel Excelsior als Sparta. Hoe is het je bevallen? Ja, was leuk man eigenlijk. Ik was met een vriend naar Excelsior gegaan. Maar die kwam iemand tegen in dat business gebeuren. Ja. Dus ik loop alvast, de wedstrijd is begonnen, de tribune op. Dus ik krijg zo'n appje van, kijk links. Thomas Vaar, een eentje de wedstrijd aan het analyseren. Op de tribune. Met oordopjes in en een moeilijke dingen? Nee, hij zat gewoon rustig in zijn trainingspakje te kijken. Dus toen ben ik bij hem gaan zitten. Was leuk. En toen zei hij, een beetje eind van de rust, zei hij... Let op, we gaan het zo en zo omzetten. Komt helemaal goed. Tweede helft, omzetting gedaan. Excelsior door van de mat gespeeld. Je hebt ook bij Sparta zitten kijken. Jij zegt, we kunnen wel een aanvallende impuls gebruiken. Ja, denk het wel. Ik moet zeggen, die Emega viel in. Dat vond ik wel echt... dat was wel een genot om naar te kijken. Ja. Dat is ook leuk, man. Dat hij scoorde, dat hij zo... Je hebt bij sommige spelers dat je merkt dat ze echt gegund wordt door het publiek. Ja. Ik had het idee dat het publiek bijna net zo blij was als hij zelf met die goal. Mooi. Dat was wel leuk om te zien. En ik moet zeggen... Ik heb eigenlijk helemaal geen seconde nog echt gedacht aan... kut, ik mis voetbal. Of jezus, hoe zou het zijn als ik nog zou spelen? Ja. En ik had nu bij Sparta voor het eerst dat ik... Ik zat daar en dat het zat goed vol. Het was echt een leuk sfeertje. En toen zag ik die Okoye zo naar de goal lopen. Die ging klappen en hij werd toegezongen. Dat was wel de eerste keer dat ik weer dacht van... Dit was altijd mijn droom en dat heb ik niet gered. En dat ga ik ook nooit meer redden. Ja. Dus dat ik had wel even zo'n beetje... Ik zou hem af te vragen. Want je zat natuurlijk bij onze wedstrijd. Dat was een mooie wedstrijd. We wonnen. Er zat veel druk op, maar we wonnen uiteindelijk. En dan is alles natuurlijk in euforie. En dat is waar ik het wel eens over heb. Dat is wat voetbal gruwelijk maakt. Gewoon dat er een beetje spanning op staat. Omdat het uiteindelijk wordt omgezet in een overwinning. En het publiek zit weer in het stadion. En dan word je toegeklapt en toegejuicht. En jij zit er naar te kijken. Ik kan me dan voorstellen dat je dan denkt... dit is wel... dit is wel wat ik niet meer terugkrijg. Ja, het was een beetje dubbel. Want als ik dan denk van zou ik weer willen voetballen? Ja. Nee, dan is het antwoord nee. Ja. Maar zou ik nu... daar willen staan en toegezongen willen worden. Ja, dat is wel dat is wel zeer. Maar ik zat ook... jij speelde dan, Bart. En ik dacht, joh, er is iets. Ik dacht, hebben je ballen geschoren? Of iets wat dat... Hoezo? Je had witte voetbalschoenen aan. Ja. Nieuwe flitsers. Ik zag een balletje inspelen naar het middenveld. Ja. Je hebt echt veel opgestoken van die podcast met Blind. Heb ik het idee. Ik zag hem oprecht één keer. We hadden het een tijd terug over Bart. Ik ben nu bloedserieus. Dat Blind, hij verraadt zeg maar zijn paas niet. En hij heeft maar zo'n heel kort moment voor paas nodig. En jij zei dan over jezelf, als ik moet paasen, dan moet ik mijn benen achterzwaaien, mijn arm moet ermee. En dan zien ze het allemaal. En op een gegeven moment had je de bal aan je voet en toen denk je, waar staat hij nou op te wachten? En toen deed je ineens heel sneaky zo'n paas tussendoor. Was dat het lokpaasje? Nee, het was niet de lokpaas, was er doorheen. Maar ik zag een paar gewoon waarmee je wel gewoon een linie of twee uitspeelde. Dat was wel aardig. Leuk dat jullie zo verbaasd klinken ook, vind ik. Normaal deed je dat niet. Nee, dat bedankt. Dat was leuk. Maar word je op je werk al toegejuicht? Hij zei elke keer als ik hem wil afspreken, ze zegt, nee, kan niet, man, ik moet werken. Waar werk je nu aan? Ja. Ik ben begonnen bij een... het is een sportmarketingbureau, maar wat zich alleen focust op projecten met maatschappelijke impact. Dat vind ik wel een beetje passen bij mijn persoon. Je zit wel echt...
tot over je oren in het werk. En ik zat met hem in de auto van de week. En toen hoorde ik hem echt van die kantoorjargon uitspreken. Een meeting inschieten. Ik heb hem opgeschreven. Kijk, wat is had hij aan de telefoon had hij een collega zeggen. Ja, we kunnen de projecten gaan uitrollen via onze infrastructuur. Één week aan het werk. Ik gebruik ook alleen maar van die afkortingen. Ja, ik heb VWS gesproken, OCW. En dan, op het moment dat ik dat zeg, dan denk ik al van... Of ik zei ook laatst van, ja, weet je, kunnen we daar makkelijk een haakje maken? Ja, heb je dat echt gezegd? Ja. En daar ben ik teleurgesteld. Ja, sorry man. Maar dat gaat dan gewoon een beetje... Net zoals als ik voor de camera stond na een wedstrijd een keer, dan verviel ik ook eigenlijk best wel snel van die clichés. En dat merk ik nu ook. Waar ik iedereen altijd om uitgelachen heb van, gast, nou met dat domme taaltje. Ik doe precies kijk hoe we dit gaan aanvliegen. Ja, aanvliegen. Ja, ja. Ja, moet ik even rustig over nadenken. Mooi. Ja, ja, ik merk ook dat jij het heel... Die ik het heel leuk vind als ik zeg... Amusant. Ja, ik zat even te denken, is nou een boord? Met is een woord. Ja. Als ik zeg dat ik moet werken. Ja, ik vind het gewoon leuk. voor normale mensen is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar jij natuurlijk, wat is het team? 15 jaar gevoetbal, dat vind ik leuk dat jij moet zeggen. Nee, kan niet vandaag heb jij wel eens gezegd over tegen iemand, zeg maar, nee, ik moet werken. Nee. En dat het dan sloeg op je voetbal. Zeg. Alleen als ik niet wilde verraden, dat ik als ik geen zin had om te vertellen dat ik voetballer was. Wat niet vaak voorkomt, maar... Nou, heel hard herkennen. Dat ik dat zeg. Nee, ik moet werken, hoor. Jij dan? Wat zeg je dan eigenlijk? Wat ga je morgen meer mee op zo'n sarcastische toon, toch? Eh? Van ga je mee zaterdagavond? Nee, maar ik moet werken. Nee, ik denk niet dat ik dat vaak heb gezegd. Gewoon, ik moet voetballen. Ja. Ik heb er wel eens mensen dan vragen van waarom ben je in Rotterdam gewoon en heb ik geen zin om dat hele voetbal verhaal. Dan zeg ik ja, gewoon voor mijn werk. Dus hey, check mijn Wikipedia maar. Ja. Maar ik merk nu ook wel dat zeg maar, hoeveel vrije tijd je hebt als voetballer. Ja. En ik nam dat, ja, ik was me daar wel bewust van, maar dan kwam ik thuis, ging ik lekker lezen en mijn dingetje doen. En toen dacht ik van, weet je, als je bijvoorbeeld tot 5 of 6 werkt. Nou, heb je s'avonds ook nog wel de tijd voor, maar ik heb helemaal geen zin meer in. Dus ja. Ik lees ook een stuk minder. Oh ja, geen boekjes meer als nee, ze zijn op. Ze een beetje zitten, ja. Zitten checken. Ik heb heel de middag zitten nadenken, wat moet ik nou Nederlands aan? Ja, cool. Dus ik heb maar een leuke stad verzonnen. Ja, dat kan altijd. We gaan het zo meteen over voetbalvrienden hebben. Maar als je nog wat kwijt wil, dan kan... Ja, ik heb wel één dingetje gezien. En Bart, ik heb het tegen jou al gezegd van de week. Maar ik was echt benieuwd, Thomas, wat jij ervan vindt. We leven natuurlijk in zo'n tijd waar mensen een beetje soms doorslaan met hoe serieus ze hun social media nemen. Mm, ja. En ik had nu dus gezien dat een wat mensen die ik via ken, die hebben een nieuw huis gekocht. En daar hebben ze nu een Instagram pagina voor gemaakt. Dat heet dan Nieuw Schiedams Appartement of zo bijvoorbeeld. Van hun huis? Van hun nieuwbouwhuis, wat nog gebouwd wordt. En dan hebben ze zo'n soort, iedere keer als ze dan bijvoorbeeld meubels gaan uitzoeken, dan posten daar foto's van. Dus dan dacht ik al, dit is best wel heftig. Maar er zijn er dus allemaal andere huizen die daarop reageren. Neem je ik ben echt serieus, man. Ik ben serieus. Ik ben gewoon... je mag gewoon... nu Guus Teel erin gooien. Maar ik ben... Nee. Ik ben echt bloedserieus. Mensen maken maken een Instagram-pagina voor een nieuw huis. Dat is tegenwoordig, zeg maar... Je voor je hond. Je hond. Je baby heb je ook pagina's van. Ja, maar ik vond je nieuwbouwhuis vind ik dan toch nog wel... En dan ook op elkaar reageren. Ja, dat is next level, ja. Je schrok ervan. Nou ja, ik schrok ervan. Dat is eigenlijk het juiste woord. En ik was gewoon benieuwd wat jullie daarvan vonden. Ik vind het krankzinnig. Ja. Nou, dankjewel. Kunnen we door. Ja, ik kan er echt met mijn hoofd niet bij. Mooi. Nog erger dan ook reageren op je eigen nieuwbouwhuis? Dat je zelf ook... Reageert op je eigen huis. Jij bent beheerder van die pagina, zeg maar, en met je persoonlijke account reageert. Ja, dus wat staat er op de badkamer? Dus dan reageer je bijvoorbeeld vandaag, woonboulevard geweest, nieuw kastje uitgezocht. En dan reageer je foto's van de kastjes en dan reageer je zelf van die hartjes ogen. Lekker man. Ja, dat mag toch niet. Dit is toch gênant? Ja, ik vind het ook echt fucking gênant, ja. Bart vindt het normaal blijkbaar. Tijd te veel. Voetbalverhaaltjes. Vervolg. We hebben natuurlijk Doken Schmid gehad vorige week. Denk ik, een tijdje geleden. Er is van alles binnengekomen. De ene leuker dan de andere. Het niveau was nog, was nog die van Veghel. Dat jumbo toernooitje in Veghel was met Royston was leuk. Zware zoekende, dat was duidelijk. Maar het begint van de grond te komen. Los te komen. Leuk, dus nog steeds kan je insturen als je ooit een voetballer bent tegengekomen en daar een verhaaltje bij hebt. Maar ik wil daar wel nog wel eventjes wat over zeggen. Ja, dat mag. Over die paaltjes op de witte wit. Over de aantijging. Er staan inderdaad hoop paaltjes op de witte wit. Wij kregen werd verteld dat jij ooit in de dronken bui over een paaltje bent gestruikeld op de witte de wit. Ja, ja. Waarvan jouw verweer was, er staan helemaal geen paaltje op de witte de wit. Er stonden toen geen paaltjes op de witte. Toen kregen we de dag na een foto met ongeveer 40 paaltjes op de witte de wit. Nee, kijk. Vol met paaltjes. Nu ben jij weer aan de beurt. Ik ben weer aan de beurt, ja. En ik ga mijn moment ook wel even pakken. Want de wereld van de witte de wit was een festival. Ik denk dat dat voor het laatst in die vorm is georganiseerd in 2000,
2015 of 2016 moet 16, zijn. Denk ik, ja. Ik speelde toen al bij Sparta en toen was het gaande. Dat was in 2016. Ja, dus dat was de laatste keer. En daarna mocht het niet meer volgens mij, omdat het te druk was of weet ik het wat. En toen stonden er nog geen paaltjes. Een beetje van die Maurice de Hond vijfje bij me. Ja, nee, ja, ik ben, hoe heet het, ik voel me een beetje als de klusjeman. Ja, ik ben nooit over een paaltje heen gestruikeld. Dat kan niet. Hoe weet je dan dat er geen paaltjes stonden toen? Ja, dat weet ik gewoon. Nee, maar je kan het op. Ik durf echt te beweren dat de paaltjes die nu op de foto zijn geweest, dat die na 2016 zijn neergezet. Dit wordt. Dus gaat het uitzoeken. Als je toch VWS aan de lijn hebt, de gemeente Rotterdam even mee. OCW kan ik hier misschien bij. Volgens mij zijn deze pas gekomen na die aanslagen. Zo, dat mensen niet meer op het terrassen in konden rijden. Zo. Ik geloof er helemaal niks van, Thomas. We gaan tot op de bodem uitzoeken dit. Ik ga een verhaaltje doen. Hij is ingestuurd door Vincent Kardinaal. En de titel is een Mexican standoff met Louis van Gaal. Ik wist niet wat het was, Mexican standoff. Ja, dat is dat je gewoon tegenover face-to-face elkaar en niks doet. Zeg maar. Standoff. Oké, komt-ie. Een jaar of 10 geleden zat ik op de tribune bij Sparta. Nu is dat niet zo uitzonderlijk, want ik kom al sinds kindertijd op het kasteel. Alleen dit was een bijzondere avond. Ik was er op uitnodiging en zat daarom op de chique kasteeltribune. Het was een avond waarop de honden nergens brood van lusten. Het regende, het waaide, het was guur. Sparta speelde een hopeloze pot tegen Rode JC. En tot overmaat van ramp zat Rob Jacobs achter me, die hijgend dingen riep als: ze moeten er gewoon een keer tegen zijn colanoot schoppen. zo'n avond was het. Na de match konden we ons gaan warmen in de brasserie van het kasteel. Er stond een rij voor de bar, ik schoof ongeduldig aan. Terwijl ik stond te wachten, merkte ik dat het achter me begon te gonzen. Er was duidelijk iets aan de hand. Ik draaide me om en ja hoor, er was een ster in het pand. Louis van Gaal was binnenkomen wandelen. Daarop zag ik Louis naar de bar lopen. Daarop zag ik Louis naar de bar lopen. Waarbij hij zowaar prompt verloren. Nou, nog één keer. Ga niet lekker. Als jij een Sinterklaas gedicht voor iemand hebt gemaakt en diegene gaat het voorlezen en hij verpest het een beetje. Dat is wat er nu aan de hand is. Ik ga even verder. daarop zag ik Louis naar de bar lopen. Waarbij hij zowaar plomp verloren langs ons gewone stervelingen liep en vooraan ging staan. Nu was mijn aandacht echt bij Louis. Je ziet niet elke dag een zelfverklaarde zedenmeester voorpiepen. Hoe ging dit aflopen? Achter de bar stond een jong meisje die met een rood hoofd biertjes aan het tappen was. Louis trok zich er niks van aan en zei met stemverheffing: 1 Bacardi Cola graag. Het meisje stopte en keek Louis recht aan. Ik dacht nog, je moet het wild nooit in de ogen kijken. Maar dit meisje was duidelijk uit dapper hout gesneden. Want ze bleef Louis aankijken zonder iets te zeggen. En Van Gaal, die keek terug. Ook zonder iets te zeggen. Een Mexican standoff. Na 10 lange seconden, waarin de hele rij inmiddels de adem inhield, zei het meisje: zo meteen. En ze ging door met tappen. Na nog 2 klanten te hebben geholpen, schoof ze Louis zijn longdrinkglas met bako toe. Die keek naar het glas. Daarop vroeg hij, volgens mij bewust pesterig: mag ik daar nog een schijfje citroen in? Maar ook hier was de meid niet van onder de indruk. Hebben we niet, zei ze kordaat, waarop ze hem opnieuw recht aankeek. Nee, Louis ging deze strijd niet winnen. Daarop droop hij af, waarna het meisje, inmiddels mijn absolute held van de avond, onbekommerd doorging met drankjes inschenken. Applausje. Ja, ik vind hem goed. Ik vind hem leuk. Louis is een voorpieper. Louis trekt zich niks aan van het klootjesvolk. Zijn jullie voordringers in de bar of niet? Nee hoor. Nee, ik zou liever een kwartier te lang dan dat ik het idee heb dat mensen denken dat ik voordring. Ik sta echt altijd op de verkeerde plek. Dus hier kan alle kanten worden bestellingen opgenomen. Dan sta ik nog te zwaaien met een pinpas. Jij, ben jij voorpieper? Nee, ik ben net de jongen. Mooi. Nou, dat was leuk. Corpodcast@gmail.com of Vincent heeft wel het niveau even. Ja, dat. Ik heb er eentje nog die ik wel graag. Hij schrijft ook goed. Is het een journalist of? Nee, ik denk dat hij het vaak heeft. Ik zou er eentje ook wel even willen doen. Gaat over jou, Bart. Van Kjell Veldman. Oké, let's go. Oké, komt-ie. Het was een warme zomeravond in 2020. Het coronavirus zat net midden in de zomerstop, terwijl Sparta Rotterdam er net uitkwam. Sparta was op trainingskamp in Delden ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. En op zaterdagavond had de selectie vrijaf gekregen van de trainer. Horecatijger Bart Vriends besloot natuurlijk om samen met zijn collega Benjamin van Leer erop uit te trekken en de Enschedese terrassen te bezoeken. Niets bijzonders aan, zou je zeggen. Waar het niet dat Bart en Benjamin in 2 uur tijd zo'n 5 terrassen zijn afgegaan, drankje bestellen, afrekenen en dan weer een rondje om de kerk. En nog een rondje, gevolgd door nog een rondje. Op het terras ontstaat gemompel bij ieder rondje. Mensen wijzen en maken stiekem wat foto's. Hé, is dat niet die slimme? En is dat niet die gast die Lieke Martens neukt? Hoor ik achter me.
Na rondje 4 over de Oude Markt heeft Bart besloten dat de stoer staat om een tandenstootje en een mond te laten steken. Je weet wel, zoals die stoere cowboys dat vroeger deden met een stukje stro. Fake news. Dat rondjes lopen en gezien worden, wordt met een mooi woord ook wel flaneren genoemd. Voor gewoon klootjesvolk uit Enschede heet dat gewoon aandacht zoeken. De twee knapste mannen uit het Nederlands betaalde voetbal, zo eerlijk moet je dan ook zijn, vonden het namelijk heerlijk om gezien te worden. En helaas moet ik toegeven dat wij het heerlijk vonden om naar te kijken. Dit is een mooi verhaal. Is een leuk verhaal. Ik geloof dat het van het tandenstokertje ook direct. Ik geloof het. Dat zie ik een paar keer. Ik geloof het. Ja. Ik zie het hem zo doen. Ja, dit is een leuk verhaal. Van wie kwam het? Kjell Veldman. Leuk, het zou kunnen. Maar het niet helemaal gelijk. Ik kan me deze avond herinneren. We hadden geen avondje vrij. Nee, dat was heel gedoe, man. Dat was, was inderdaad hartje coronatijd. En we waren op trainingskamp in de buurt. Omdat het coronatijd was, was wel onze laatste avond. Maar werd ons echt op het hart gedrukt door de trainerstaf. Jongens, normaal mag het, maar je gaat absoluut niet de stad in. Niet het hotel uit. Want je moet niet gezien worden en straks raak je besmet en alles. Dus dat je iedere keer van positie veranderen was, ja, was gewoon tactisch. Was strategisch. Dus maar wij dachten met doorlooplocatie. Wij dachten met een groepje gasten, dit moet ze even zeggen, maar het zal vast wel, er zal vast nog wel wat ruimte zijn. Dus we besloten toch in het holst van de nacht eruit te knijpen. En we zaten er inderdaad op het terrasje. We konden onze draai niet echt vinden, dus volgende terrasje. En toen werd ik opeens... Tandenstokje erin. En toen kwamen we er net lekker in. En toen werd ik opeens gebeld door een teamgenoot die achter was gebleven in het hotel. Van, gasten, jullie moeten echt nu terugkomen. Want ze gaan door het lint hier. En ze weten dat jullie in de stad, of dat de spelers in de stad zijn. Ja, dat was natuurlijk even kut. Dus wij een beetje overwegen van, ja, wat moeten we doen? Nou, dan moet je toch terug naar het hotel. En dan hadden nog twee opties. Dan kan je, zeg maar... Nee, ja, gewoon stiekem je kamer in kruipen en hopen dat de trainer niet door had dat jij degene was die erbij was. Maar we dachten dat gaat uitkomen. Dus we moeten gewoon de walk of shame maken. En dan hebben wij echt met een groepje gasten, denk ik dat 5 jongens waren, om 2 uur 's nachts half bezopen de kamer van de trainerstaf moeten opzoeken. En moeten herkennen dat we er toch tussenuit zijn gepiept. En ze waren oprecht wit heet toen, maar... Na een half uurtje zaten ook gelukkig een paar drankjes op. Was het wel weer rechtgetrokken. Dus het was volgens mij een goed idee om te erkennen dat wij het waren. Want onze trainer kennende, als je zeg maar je kop in het zand had gestoken, dan had je nog wel even om je oren gekregen. Hoe kut was dat moment van aankloppen? Ja, dat was wel even fucked. Dat een beetje... Heb je dan niet het idee van, ja, Fraser lijkt me ook wel iemand die dit in zijn carrière wel eens dat weet heeft. Dat is precies het punt. En dat zei hij ook. Van hem mag je altijd, als er ruimte is, mag je even gaan. Maar ze hadden niet voor niets, en de voorzitter was er ook bij, die hadden ons niet voor niets op het hart gedrukt van, deze week kan je er echt niet tussenuit. Maar ja, omdat het coronatijd was, en hij heeft zelf corona gehad, dus dat was het allemaal wel, ze waren er wel serieus over. Maar wij dachten, ja, je zit je toch de tering te vervelen zo'n hele week. En was één avond vrij, het was lekker weer. In Delden is ook niet echt... Dus het leek ons goed. En wij dachten eigenlijk van, ze zien het wel door de vingers, maar dat bleek even niet. Dus dat was het. Lekker, man. Ja. Dan de grote vraag, dat ruilspelletje met Van Buren. Ja. Waar de fuck is René Van Buren? Is die al een keer terecht? Of ik heb echt schaamteloos gewoon een jaar keer of 4 gewoon een nieuw bericht naar hem gestuurd. En ik krijg gewoon blauwe vinkjes. Maar toen kreeg ik dus wel op de... corepodcast@gmail.com. Ja. Gewoon iemand die hem gevonden heeft. Ja, oh, kijk, hij is terecht. Foto. Blote Bassie, bier aan het drinken in Spanje. Hij zit in Spanje. Dus dat... Oké. Okay. Hij zit er in ieder geval lekker in. Oké, hij zit er warmpjes bij. Ja, en wij zitten zo met dat horloge wat we graag door willen rijden. Ja. Hij heeft die olijfboom verkocht en is ermee op vakantie gegaan. Ik denk het. Dat hij gewoon lekker in Spanje is gaan rentenieren. Mm-hmm. Maar ik zag van de week, we hebben dat ook op Twitter gezet van de week, iemand die het net even iets beter heeft aangepakt. Ja, ik zag het. Ja. Max, ik stuit op een artikel getiteld Max van 30 ruilt studieschuld weg van knuffeltje naar Rolex. Hij had een knuffel van 7,50. Iets beter misschien dan het linker handschoentje. En een Rolex. En we hebben zijn nummer, dus we gaan hem even bellen. Ja, kijk, misschien kan hij ons uitleggen. Kijken of hij opneemt. Ja, dat is belangrijk. Mark? Heet die Mark? Je spreekt met Thomas Vaar van de Core Podcast. Hey Thomas, hey. Ik heb jouw nummer in mijn telefoon staan onder de naam Max Koerhuis, maar dat klopt dus niet helemaal. Dat klopt niet helemaal. Je bent erin genaaid, denk ik. Ja. Wie is het dan? Dan ben ik toch benieuwd met wie ik wel spreek. Ja, met Mark. Hoor ik Bart op de achtergrond? Ja, je hoort Bart op de achtergrond. Ja. Dit is natuurlijk de grote...
M.O.B. van de Magel. Mark van de Magel. Sorry. Hey, sorry, Mark. Ik had je even nodig om een geintje uit te halen. Je zit in de show trouwens. Leuk. Mark, succes dit weekend. We spreken je later weer. Dat ik die trainer van je niet bel, dat je het raas maar zet. Is goed. Fijne avond, hè. Laat het. Oh. Want, ik had het echt niet door, man. Nee, ik dacht, ik heb dan jou geappt net. Ik heb een nummer van de Mara gegeven. Ik heb echt het nummer van Max Koenen. Ik ga het nu geven. Wacht even. Sorry, ik was... Ja, dit is mooi gespeeld. Dat is een klassiekertje. Ja, dit... En hij heeft ook geen profielfoto. Nee, ik had eerst Guus Til gegeven, maar dan zag ik opeens dat hij een profielfotootje had. Even kijken, Max... Met Mark. Lekker, man. Max... Ik dacht, hij heet gewoon Mark Koerhuis. Ja, ik dacht ook dat het fout gaat. We gaan Max Koerdijk even bellen, want ja, we hebben tips nodig. Hoe heeft hij dat geflikt? Ja. Hey Max. Max, je spreekt met Thomas Verhaar van de Core Podcast. Hey, hoi. Hallo, klopt het dat jij op de hoogte was dat we je even zouden bellen? Zeker. We hebben net het verhaal verteld over jouw ongelooflijk geslaagde actie in dat relspel. En we hebben hier... een totaal ontredderde Maarten de Fokker tegenover ons zitten. Die, we hebben ook een horloge, maar die is maar €200 waard. die probeert om een Louis Vuitton tasje ergens weg te pulken, maar het lukt maar niet. Het wil niet echt van de grond komen. Dus heb jij nog wat tips voor hem? Ja, zeker. Ik heb het gehoord. Jullie zijn aan het ruilen en jullie hebben een tasje. Ja, Louis Vuitton toilettasje. Dat is het doel, dacht ik. Ja. Maar dat is een bescheiden doel. Hij heeft een Rolex van €15.000. Ik wou eigenlijk ook wel een Rolex, als ik heel eerlijk ben. Ja. Ja, kijk, ik moet zeggen dat ik zat een beetje na te denken van, hè, wat ga ik die jongens voor tips geven? En toen bedacht ik mij, nou, het eerste waar ik over ga beginnen is het doel. Dat moet een beetje een sympathiek doel zijn, denk ik. Jij zegt, Louis Vuitton tasje is niet sympathiek. Nou, dat wil ik niet gelijk zeggen, maar... En een Rolex wel. Nou, ik ben op weg naar natuurlijk mijn studieschuld af te lossen. En een Rolex is daar een stap in. Ik denk dat als je zegt, ik zou alleen een Rolex willen, dat ook niet per se heel veel succes zou opleveren. Maar wat gaat er, wil je zelf dat tasje? Of wil je misschien verkopen en aan een goed doel iets geven? Nee, het was volgens mij de bedoeling om hem te verloten aan een... luisteraar, ja. Of hem, luisteraar. Of hem te veilen en dan ligt er wat we mee, hoeveel er mee op zou dalen. En dan schenken aan een goed doel. Ja, dus deze tip is denk ik best goed, want hier valt nog wel wat te verbeteren. Ja, we moeten... En de tweede wat ik dacht is... vertellen jullie ook in je eigen kring dat je hiermee bezig bent? In elk gesprek waar je ongeveer in bent. Ik niet in ieder geval. Ik ook niet. Ik laat het ook nog wel eens lopen. Ook een goede tip. Ik denk dat het een goede tip is. Kijk, als mensen niet weten dat jullie dit aan het doen zijn... dan is het natuurlijk best wel moeilijk om iemand te vinden die de volgende ruil wil maken. Terwijl als je zegt, waar ben je nu op? Wat heb je nu? Een Armani horloge. En een in redelijk staat verkerende olijfboom. We hebben twee objecten. Oké, nou, stel voor, we denken even vanuit het Armani-horloge. En je zegt tegen iedereen, hey jongens, ik heb een Armani-horloge en ik wil wel een stapje verder komen. Ja, als jullie dat allemaal tegen 5 mensen zeggen, dan heb je al 18 mensen in totaal die aan het opletten zijn wat er misschien wel te ruilen is. Hoe heb jij dat toen gedaan? Ik heb toen gewoon, ik ben toen een Instagram pagina begonnen, Stufiestrijder. En daarop heb ik gewoon aangekondigd van, hey, dit is wat ik aan het doen ben. Vertel het aan je vrienden. Ik heb het zelf tegen iedereen verteld. En ik heb ook dingen op Marktplaats gezet, gewoon met het verhaal erbij. En op Facebook groepen. Weet je wel, van die Marktplaats Facebook groepen dingen. Ja. En dan zei ik van, hey jongens, ik ben aan het ruilen. Dit is wat ik nu heb. En daar kwamen best wel veel reacties op, moet ik zeggen. Wat hoop je eigenlijk dat de volgende stap wordt na die Rolex? Wat er na die Rolex kwam? Ja, wat hoop je dat er komt nu, na die Rolex? Na die Rolex heb ik geruild voor een filmrol in de film Costa. Wow. Die filmrol heb ik doorgeruild voor een reclamecampagne van Rumog, te waarde van €15.000. Dus daar zit je nu? Ja, dus ik zit nu naar 8 keer ruilen, ben ik van 57 naar 15.000. Ja, het is nog een lange weg te gaan. Maar ja, super dat we je even mochten bellen. Graag gedaan. En we wensen je veel succes. Misschien dat er nog ergens een oplettende luisteraar van onze podcast
reclamecampagne van Rumach wel hebben. Die jouw reclame of jouw relspel wel interessant vindt en die van ons niet. geef me even een seintje als het zover is, dan zal ik het ook voor jullie delen. En ik denk dat ik straks wel gewoon ergens een keer een fotootje krijg van een van jullie met het mooie toilettasje van Louis Vuitton. Dat hoop ik. Ik denk dat het wel goed komt, jongens. Succes nog. Alright. Dankjewel. Oké, hey, thanks. Fijne avond. Yo. Yo. Ah, die Instagram-pagina kun je eens van je huis maken. Ik zit te kijken. 8.500 volgers. Stoefie Strijder. Ja, dat is ook wel een goede naam. Ja, ik vond niet slecht van de snuiver, dat je dat zei. Nee, dat is ook niet netjes. Nee. Ik had het even aan de stok, hè? Ja, ik dacht dat je ruzie ging krijgen. Als je door ging pakken, kreeg je ruzie met hem. Nee, maar dat was ook... Ik had ook gelijk spijt van, dus dat had ik niet moeten zeggen. Oké. Impulsief, hè? Nou, we kunnen ermee aan de slag. Ja, een paar goede tips. Zullen we dan even kijken wat we ons Easy Toys panel deze week hebben gevraagd? En dat is volgens mij een actueel thema. Maatschappelijk themaatje. Thema. Ja jongens, er komt een coronapaspoort. Daar is die. Willen ze. Het demissionair kabinet wil hem invoeren. Dat is natuurlijk nu eigenlijk al het geval bij die festivals, voetbalwedstrijd, noem maar op. Mm-hmm. Maar nu zou het, als ik het goed heb gelezen, ook voor horeca, bioscopen, alles gaan gelden. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af of de kleedkamer dat een goed idee vindt. En 40% vindt het een goed idee. 60% niet. En ik vond het eigenlijk nog best wel een fors percentage wat het een goed idee vindt. Want je vindt het zelf een slecht idee? Ja, ik vind het niet zo'n heel strak plan, nee, eigenlijk. Hoezo niet? Nou, omdat ik het... geen flauw idee. Want je vond het wel een strak plan in de stadions en zo, maar nu in één keer niet meer. Nou ja, ik heb het idee dat... de vaccinatiegraad behoorlijk hoog ligt. Dat er nu al superveel feesten gewoon gaande zijn. Maar dat is toch niet zo? De vaccinatiegraad ligt toch helemaal niet zo? 85% is volgens mij een van de hoogste wereldwijd. Is het zo? Ja, wel. Dus ik vraag me dan af wat het dan gaat uitmaken. Hoeveel je er nog bij gaat halen als je het mensen soort van gaat verplichten. Om zich te laten vaccineren. En of dat dan daadwerkelijk nog een verschil maakt. Dat is een beetje waar ik mee zit. Ja, ik ben het erg zo mee eens, eigenlijk. Maar aan de andere kant vind ik ook... ik vind wel dat iedereen zich moet laten vaccineren. Maar door deze dingen roep je volgens mij tegelijkertijd ook weer zoveel weerstand op. Dat er zoveel... En hoe zou je dat dan kunnen communiceren? Maar ja, in andere landen zijn deze maatregelen hebben er juist wel voor gezorgd dat er best wel weer extra gevaccineerd ging worden. Ik sprak heel even Ryan Sanusi hierover. Ja, natuurlijk is hij er tegen. Maar het werkt zelfs averechts natuurlijk. Je hebt nog meer weerstand tegen het nemen van het vaccin. Ja, maar is maar het gaat niet over... het. Kijk, ik ben absoluut tegen het dwingen van mensen om zich te laten vaccineren. Maar ze bieden toch een alternatief, zoals ik er naar kijk. En dat is dat je kan laten testen. Mm-hmm. Zodat je dus het idee is, we willen de samenleving weer open doen, zoveel als mogelijk. Het liefst zo veilig mogelijk. Het liefst gevaccineerd. Daar ben ik natuurlijk ook voor. Maar als je dat niet wil, heb je toch de mogelijkheid om je te laten testen. Ik zocht van de week... Ik vond eigenlijk dat ik het ook heel erg kwalijk moest vinden. En toen ging ik naar allerlei mensen luisteren. En toen dacht ik... Eigenlijk kom ik niet echt tot dat punt. Ik begrijp het eigenlijk best. Ja. Want je biedt die mensen toch een alternatief. En ik weet, de test is vervelend, maar vaccineren is ook een stap. Maar stel, jij zou je niet willen laten vaccineren. Ja. En je wil gewoon even naar het terras ineens. Of naar de bioscoop, spontaan, wat je nogal... Ja, dat is vervelend. Dat is vervelend. Dan moet je... Dus dat moet je dan die mensen... Maar wat is je alternatief? Dat is het punt. Je kan overal tegen zijn. En die hele samenleving op slot houden anders. Dus wat is je alternatief? Het alternatief is dat de ziekenhuizen voorkomen te liggen. Ja, maar dat is volgens mij... Kijk, dat is toch dan volgens mij de vraag. Als je al zo'n hoog percentage gevaccineerd hebt, wat gaat het dat kleine beetje wat je nu nog erbij krijgt, gaat dan is dan kan het allemaal wel open? Ja, maakt dat zo'n groot verschil? Nee, dat weet ik niet, maar ik denk het wel eigenlijk. Okay, ik vraag me dat af. Maar dat. Jij hebt ook de kennis helemaal niet over. Maar als nou mensen zeggen die kennis van zaken hebben, als mensen nou zeggen van oké, het gaat nu goed, maar met deze vaccinatiegraad zijn we huiverig en kijken we huiverig naar het najaar. Want het zou best wel kunnen zijn dat als we nu alles opengooien, dat we dan in een golf terechtkomen, waardoor we weer maatregelen moeten gaan nemen. Gebeuren. En het is wel interessant, maar ik zie mensen zijn hier zo fel tegen. En ik probeer er echt naar te luisteren en te denken, want ze hebben het over integriteit keuzevrijheid. Maar dit gaat toch niet meer over... De keuzevrijheid komt in het geding als je wordt gedwongen om je te laten vaccineren. Maar ze bieden toch een alternatief. Waarbij je niet hoeft te laten vaccineren. Dus die keuzevrijheid die komt toch niet per se in het geding?
Nee, dat klopt. Dat dacht ik. Maar goed, Ryan die zei bijvoorbeeld... gevaccineerde mensen kunnen net zo goed besmet zijn als ongevaccineerde mensen. Ja, dat klopt volgens mij niet. Dat weet ik niet. Maar in dat licht zegt hij, slaat het nou ja, dan kom je volgens mij wel op het punt dat... uit die officiële onderzoeken blijkt dat je volgens mij... de kans dat als je gevaccineerd bent, dat je het overdraagt of besmet raakt... is veel kleiner dan wanneer je niet gevaccineerd bent. En zij geloven dat niet. Ja, ja dan ben je uitgeluld. Oké, komen we niet uit. Nee. Goed, maar 60% vindt het een slecht idee. Okay, okay, okay. Nou, weet het ook weer. Dan de vrienden van de vriendjes van in de voetbalwereld. We kwamen er eigenlijk op. We zaten een tijdje geleden gingen we dat spelerspanel samenstellen. En toen moesten we allemaal even een lijstje van spelers gaan vragen. Van wie ken jij daar en wie ken jij daar en wie ken jij daar, wie kan jij bellen. En toen kwam eigenlijk naar voren dat Maarten overal vrienden heeft overgehouden aan de voetbalwereld. Ja. Behalve deze podcast blijft. Behalve hier. Ik zelf eigenlijk best wel weinig. Bar weinig. Zo. Ik weet eigenlijk niet hoe het met Thomas is. Een paar jongens. Dat zullen niet meer dan 10 zijn die ik nog regelmatig spreek. Zeg maar. De vraag is, heb je eigenlijk dan zo'n lage standaard om iemand een vriend te noemen? Of ben jij gewoon heel erg makkelijk in het contact? Ga je zo negatief gelijk weer inzetten? Ik ben benieuwd naar je eigen. Want dan heb je zelf niet zoveel vrienden en dan wil je hem gelijk zo negatief framen richting mij. Hij is gewoon geframed. Ik word gelijk geframed, weet je wel, als een soort antivaxer nu. Maar omarm jij iedereen snel als vriend of ben jij gewoon heel makkelijk? Of hoe werkt dat? Want eind over, ja, ik heb daar die en die vrienden en in Cambuur had hij een paar vrienden. En in het buitenland en kan maar. Nice. En Morten Torsby is ook een maat van. dat is een goede vriend van. Ja, nee, ik denk dat het komt omdat ik op vrij jonge leeftijd redelijk ver van huis ben gaan wonen zonder vriendin. Ja. Dus dan zit je in je eentje daar. En ik maak makkelijk vrienden, dat blijkt. Ja. En dan zat ik iedere keer met een aantal jongens die in dezelfde situatie zaten. En dat bleek dan volgens ook heel goed te klikken. Ja. Bijvoorbeeld, ik ging naar Heerenveen. Nou, daar had ik een aantal jongens, zoals Morten Torsby, maar ook Branko van der Boom het jaar daarna. Ja. Die daar ook in een eentje zaten. En die ook graag dan met andere mensen wilden optrekken. Ja, ja, ja. En dat klikte goed. En dat had ik in Venlo precies zelfs met Clint Leemans, Tim Reserveur, David ook weer hetzelfde, Ricky Ketting, Sonny Stevens, Sam Hendricks. Ja, ja, dat kunnen we er wel doorgaan. Ja. Boekenclubje. Boekenclubje erbij. Maar kijk, je eerste keer in zo'n team. Ik heb het zelf ook 2 keer meegemaakt. Ik weet niet hoe het bij jou is. Bij Excelsior vond ik het niet moeilijk meer. Nee. Ben je wat ouder, Mike? Maar toen zat Sonny Stevens er ook al, of niet? Was er nog niet toen jij kwam? Het scheelt altijd wel als je zeg maar, iemand kent. Ja, ik kwam tegelijkertijd met hem. Dat klopt, ja. Ja, je gaat op zoek naar iets gemeenschappelijks. En dat is vaak of je hebt de verleden bij dezelfde club, of je hebt met elkaar gespeeld. Ik ken het bij Heerenveen, dus ken ik echt niemand. Ik heb het dus ook 2 keer gehad. Ik helemaal niemand kende. Maar hoe vlieg je dat aan dan? Ja, ik had toen wel geluk, want ik was toen op... We hadden zaterdag eerst training en ik was op vrijdag dan in dat hotel. Ik was zo jong, ik was letterlijk bij mijn ouders daar. En toen werd ik gebeld door Hans Vonk, die technisch directeur van... je moet even wat mensen ontmoeten. En dat was Jordi Buijs, Boezel on the mic. Die zat er ook en die is ook al wat ouder. Boezel on the mic? Ja, zo als je op WhatsApp een berichtje krijgt, dan staat er een naam. Dan stond er bij hem Boezel on the mic. Okay. Dus toen werd ik aan hem voorgesteld direct. Ja. Dus dat is dan wel makkelijk, want dan heb je, ken je in ieder geval iemand. Maar ik weet nog dat we daar zo die eerste training dan zo'n rondje gingen lopen. Ja. En toen ben ik maar naar Storsby gaan lopen, want die zag er ook verloren uit. Ja, ik vind dat een beetje konden met allemaal jongens die hebben elkaar dan... die hebben al samengespeeld. Ja. Of die jonge jongens die gaan samen naar het eerste helftal. Ja. En die hebben elkaar dan bijvoorbeeld 4 weken niet echt gezien. Ja, die hebben elkaar alles te vertellen. Ja. En dan kom je daar. Ja, wat moet je dan? Ja, ik vond het wel moeilijk. Maar ik had het bij Go Ahead Eagles. Ik ken ook helemaal niemand. En toen kwam ik eraan. En je moet toch een houding zien te geven. Dan zag ik ook 1 jongen op de bank. Moederziel alleen aan het zwemmen. En dat was Xandro Schenk. Xandro Schenk. Ja. Die was weer een paar dagen eerder gekomen dan ik. En die had ook duidelijk nog geen aansluiting mee te vinden. En toen zei ik maar zoiets van, hey, jij bent ook gehuurd. Hè? Ja. En toen waren we allebei. En toen hadden we dus een gemeenschappelijke delen. We waren allebei nieuw en gehuurd. En vanaf dat moment hebben we eigenlijk geen dag meer zonder elkaar opgetrokken. En dat is... ik heb bijvoorbeeld met Randy Wolters gespeeld. Ik ken je ook, dat is zo'n jongen die raakt met iedereen zo makkelijk bevriend. En die maakt praatjes hier en daar. En dat gaat als vanzelf. Maar het valt in de praktijk toch ook niet mee als je dat iets moeilijker vindt. Ja, ik weet hoe het bij Thomas, gaat. Nee, dat ik kom van amateurs, ik ken ook niemand. Nee, ik kende Steef Nieuwendaal. Okay. Want daar had ik mee gespeeld bij Willem II. En dan ga je daar maar naast zitten en dan begin je ook. Ook niet. Ja, ik weet echt niet meer hoe ik dat heb gedaan. Maar ik weet wel, ik was toen 26 of zo, dus al wat ouder. En, en ik vond het eigenlijk allemaal mooi, dus ik had er niet zo heel veel problemen mee. Maar het is toch wel, je staat inderdaad
de eerste training altijd met iemand op 5 meter heel zielig over te schieten. Dat overtrokken. Ja, dat klopt. Ja. Dat wordt dan je maat eigenlijk. Ja, 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 weet ik. Ja. Ja, dat is meestal vaak ontstaat het uit iets heel willekeurigs. Maar het kan ook zomaar zijn dat je hier bij de verkeerde aanstaat. Ja, dat is het probleem. Dus bijvoorbeeld, ik ken de Jordi dan als enige. Ja, ja, dat is lastig. Dus ik ga bij het lunchen, ga ik bij... Ja. Volgens mij, ik denk dat ik naast Jordi Buijs zitten, maar die komt volgens aan de tafel met alle oude gasten. Ja. De Room was toen wat redelijk het oude Joey van den Berg. Ja. Maar dat werd uiteindelijk helemaal niet mijn vrienden, zeg maar, dat team. Maar dan zit je wel op die lunchplek, gewoon dat je maar puur bij iemand gaat zitten waarvan je dan denkt, daar heb ik een beetje aansluiting mee. En als je eenmaal ergens aan tafel zit, is het moeilijk om weg te lopen. Ja, en dan zie je op een gegeven moment, zeg je een beetje met die oude, wat serieuze gasten. Ja. Dat is wel hartstikke aardig hoor. Ja, en dan zie je een andere tafel met al je wat uiteindelijk je vrienden worden, al die jonge jongens. En die hebben het nou een zin en die zijn gek aan het doen met lunchen. Ja. En dan zit je daar een beetje serieus de hele tijd. Ja. Ja, ik denk ook oprecht dat het voor ons niet zo dat het niet zo heel veel uitmaakt wat we nou uiteindelijk doen. Dus, en dat is denk ik voor de meesten. Ik bedoel, ik ben bij Excelsior, nou, daar kende ik Sander Fischer, kende ik. En toevallig had ik jou... Bij Hans wel samen getreden. Bij VOC, waar toen ik je samen... We hadden toen een week voordat ik teken of zo bij Excelsior. Toen stuurde jij in één keer een berichtje. Ik hoor dat jij bij VOC een beetje aan het voetballen bent. Kan ik niet even meedoen. Is dat jullie... daar is bij jullie begonnen. Jullie kennen elkaar niet. Jij stuurde Thomas en Appie. Wel van Hans een beetje. Ik was in de voorbereiding bij Hans aan het trainen. Ja. En toen zei Thomas Vaar gaat misschien naar Excelsior. En hij is fucking veel aan het trainen. Ja. Dus als je het veld op wil, moet je hem een bericht sturen. Ah, toen heb ik hem een bericht gestuurd. En twee zijn samen gaan trainen in de zomer. Ja. Ja. Met die broers van hem. Zo'n bloedirritant, jongen. Oh, zal ik. Ik moest bij Sparta natuurlijk. Ken ik ook niemand. En toen ga je toch een beetje inschatten. Zo van, kom je daar tussen Vaar en Kortsmidden? Ik ging wel een beetje kijken. Van waar moet ik me nou bij aansluiten? Ik kende werkelijk niemand. De eerste training dacht ik, ga maar naast de teammanager zitten. Want daar had ik zeg maar een paar huizen mee bezocht. Dus, maar ik dacht, ik had het interviewtje van Thomas gezien bij Maxime Hartman, geloof ik. Of weet ik van bij wie. En ik ken een Breuer natuurlijk een beetje. Dacht ik, dat lijkt me wel prima gasten. Dat ik me daar een beetje zo bij gaan manoeuvreren. En ik weet eigenlijk niet meer hoe ik het heb geopend. Maar zo heb ik dat toch een beetje uit te volgen. Hij hield zich redelijk afzijdig hoor. Ja, ik ben niet heel amicaal. Mensen denken dat het voor mij wel is, maar ik ben niet heel amicaal of niet ik snel. Weet en, toen was er zo'n op trainingskamp was dat. Dat was denk ik de eerste keer dat we een beetje normaal gesprekje hebben gevoerd. In Oostenrijk, klopt. Toen lag hij zo in zijn eentje zo lekker te zonnen bij het zwembadje, weet je wel. En, buikje aanspannen, dat was hij een beetje de mooie jongen aan het uithangen. Nee, toen mocht je kiezen. Middagje vrij, je kon gaan fietsen of weet ik veel wat. En ik had er geen zin in. En dus ik ben in mijn eentje bij het zwembad gelegen. En godzijdank waren er nog een paar gasten. Was jij ook bij, geloof ik. Als je dan een keer middagje vrij hebt, dan ga ik natuurlijk wel even een dutje doen. dus jij wilde een dutje. Ik had een dutje gedaan en toen kwam ik naar het zwembad gegaan. Ja. Dan ga ik niet ook nog eens even kanoën gingen. Volgens mij. Ja, vissen of weet ik wat. Ja, maar zo gaat het dus. Ja. Ik heb wat op zeg maar op bijvoorbeeld, ik ben ook gaan studeren een keer en dan is dan kom je ook in een nieuwe groep en ook niemand kent elkaar, maar dan heb je het geluk dat er altijd weer iemand is die denkt, hey, dat is die gozer die voetbal toch, en dan knopen ze een praatje met jou aan en dan ben je binnen eigenlijk, want dan kan je gewoon dan heb je een beetje ook een beetje, maar bij voetbal is dat anders. Ik ben gaan studeren zonder die status en dan gaat het ook gewoon. Ja, het loopt dat gaat, ook wel. En daar heb je dan ook nog een soort van kennismakingsweek. Dus zij doen ook nog. En dat is misschien ook wel echt iets goed voor voetbalteams. Ja, want het slaat eigenlijk nergens op om gewoon iemand zomaar zo in een spelersgroep te gooien. Ja. En dan maar te denken dat het goed komt. En meestal komt het ook wel goed. Maar er zijn denk ik ook wel gevallen waarin dat gewoon... Ja. Waarin mensen gewoon geen aansluiting vinden. En gewoon echt misschien wel gewoon een maand lang gewoon echt ongelukkig zijn. Totdat er toevallig ook nog iemand komt. Thomas Oudekop. Wie ze hun leed... Ja, is het zo? We zaten aan de... uiteindelijk ging ik het meeste om met Robin van der Meer en Thomas Oudekop bij Excelsior. Maar Thomas, gewoon de eerste, denk ik echt maand aan de lunchtafel, zat hij in het hoekje en dan zei hij helemaal niks. En dan vroeg je wat aan hem of je ging of zo. En hij reageerde dan gewoon nooit met een vraag terug. Ja. Totdat Robin van der Meer ineens tegen hem zei, van, heb je klinkers ingeslagen? Dus wij laten iedere keer al een beetje geitsmaak van die gozer, die maakt geen eind aan straks. En uiteindelijk bleek een hele leuke jongen, maar die heeft echt zo'n aanlooptijd. Ik vind zelf, als je wat langer bij een club bent, dan iedereen kent jou en dan kan je gewoon lekker je ding doen. En dan is het heel relaxed om bijvoorbeeld in je eentje te zitten. Ja. Maar als je nieuw bent, dan denk je als je in je eentje zit, kut man, ze vinden me gek. Of het ziet er raar uit. En alles begint zich te vormen, maar ik hoorde er niet bij. Ik had het bij Helmond, die anderhalve dag was. Dat was prima, ik kende best wel wat jongens. Maar als je dan even gewoon op jezelf, je weet niet zo goed, waar kan ik nou chill gaan zitten? Of wat is, waar
ja, ik weet niet, waar val ik niet echt op? Terwijl Excelsior ging je dan niet eentje op de bank liggen of je ging in een verlaten kantoor zitten en dat is dan prima. Ja. Dan merk je toch dat je dan heel erg bezig bent met van, hoe kijken ze naar me, wat gebeurt er allemaal? Ik werd op mijn eerste dag echt gelijk al, ik had twee keer goed in de maling genomen toen bij Sparta. Toen liep, we trainen toen bij Vreelust, dat is vijf minuutjes lopen of zo vanaf het stadion. Ja. Toen liep, en toen halverwege of zo liep ik daar zo, ik liep in mijn eentje, ik denk dat ik een ballenzak zo in mijn rug had. En toen liep Michel Breuer naast me, die zei toen in één keer helemaal uit het niks, zo, precies zodat ik het kon horen. Hey, die hartslagmeter, die is strak, man. En ik was de eerste dag en ik was het allemaal niet gewend. En ik denk, hartslagmeter? Nee, godverdomme, die heb ik natuurlijk weer niet om. Dus ik helemaal in paniek, wil al gelijk omdraaien. Toen keek ik hem aan, toen moest hij echt lachen. Hadden natuurlijk helemaal geen hartslagmeter nodig. En toen vervolgens bij de lunch werd ik net één seconde voordat we steenpier schaar gingen doen, werd ik ingeseind door Paul Gladon om schaar te doen. Daar ging je. En godzijdank vond Paul Gladon, die vond het zielig om mij te naaien. Dus die hielp mij. Toen zaten wij... Dat zou jij nooit doen? Toen zaten Kortsmit en Crescendo van Berkel, geloof ik. Zaten met een papiertje. Ja, de lul. Want bij Heerenveen had je dan ook... wij trainden niet bij het stadion. Dus toen moest je met de auto naar het veld toe. Maar ik had nog geen rijbewijs in het begin. Maar die jonge gasten hadden dan allemaal zo'n polootje. Maar die hadden echt al zo'n rijgroepje. Ja, precies. Waar geen plek was. Dus dan moest ik moest dan een soort gaan beten of ik dan mee mocht rijden. Dan moet je... Daar kan ik dan gewoon 's ochtends met ontbijt. Zal ik dan nog kut aan die gang vragen of ik mee kan rijden? Ik zou gewoon even mijn eigen auto stappen. Ik had geen auto. Oh, ik had geen rijbewijs en geen auto. Ja, dat is wel kut. Ja. Dat, en dan moest je en dan zei tegen iedereen: dus, oh nee, sorry, ik rijd met die en die man, sorry. En je weet ook, ze zitten met de naaien. Ja. Dat was echt, dat vond ik fucking ongemakkelijk, man. Ja, dat is makkelijk. Ja. Thomas, jij hebt altijd een... ik ben er een paar keer getuige van geweest. Een hele confronterende, ongemakkelijke vraagstellingen. Dat is als twee mensen bij elkaar zitten, bijvoorbeeld twee teamgenoten, dan vraag je aan elkaar van... Vraag je aan hun van, zijn jullie nou echt vrienden van elkaar? En ik ben daar een paar keer getuige van geweest. En sommigen die maken er een grapje van. Maar soms kom je in een situatie dat die jongens zich gedwongen voelen om echt daadwerkelijk aan elkaar uit te leggen wat ze voor elkaar betekenen. Ik wil even een beetje context. We hebben het spelerspanel, daar komen we straks wat dingen bij. Maar daar had iemand gereageerd. Ik zag deze zomer Aron Meijers met Tony Verlena, Sven van Beek en Wouter Burger op een boot in Ibiza. Dat zijn helemaal geen vrienden. Zijn dat nou echt vrienden? Dat zijn natuurlijk geen vrienden. Aron Meijers, Tony Verlena, Sven van Beek en Wouter Burger. En dan ook de vraag, zijn dat nou echt vrienden? Die komen elkaar dan tegen en herkennen. Er zitten dan wat dwarsverbanden en die denken, nou laten we met elkaar op een bootje stappen. Ik ga het aan Aron vragen, mooi. Maar goed, toen heb je daar een paar voorbeelden van. Als ik in een bepaalde bui ben, dan hou ik wel van ongemakkelijke gesprekken ontlokken, zeg maar. En de eerste keer dat er gebeurde, ontstond een beetje zo. Maar dat was met Craig Goodwin en Kenny Dougal. Ja. En daar was jij inderdaad ook bij. Ja, geweldig. En ja, die jongens die zouden... Even context, twee jongens uit Australië. Kenny Dougal zat er al een tijdje. Craig Goodwin kwam uit Australië, ook in het team. En die waren eigenlijk tot elkaar veroordeeld. Ja. Omdat ze beide uit Australië kwamen, trokken zij ook gewoon veel met elkaar op. En dat ontstaat dan. Terwijl als zij bij elkaar in de klas hadden gezeten in Australië, waren dat never nooit vrienden. Die gasten hadden zo helemaal niks met elkaar. Nee. Dus ja, daar op een gegeven moment ontstond inderdaad zo'n gesprek waarin ik dan vroeg van ja... Zijn jullie nou alleen vrienden omdat jullie allebei uit Australië komen? Of zijn jullie nou echt vrienden? En dat werd wel ongemakkelijk. Ja, die gingen dus aan elkaar uitleggen. wat ze voor elkaar betekenen. En ook in alle eerlijkheid van ja, je kwik. Ja, dat is wel toffe gozer, maar is niet echt voor het nachtleven. Is niet echt geschikt. Volgens mij kwam er wel uit dat ze in principe nooit vrienden zouden zijn geworden in Australië. Ook zielig. Maar als je daar niet snel van uitmaakt met een grapje, zeg maar, makkelijk van afmaakt. Ja, dan zit je daadwerkelijk aan elkaar uit te leggen wat je voor elkaar betekent. Maar het is mijn eerlijk gezegd, en daarna heb ik nog een paar keer geprobeerd. Ja. Het is mijn grootste nachtmerrie ongeveer. Dat als ik ooit een of andere vage club in Kroatië je teken, of weet ik veel wat. En daar zit dan één Nederlander wat dan echt dat moet dan jouw vriend worden. Waar je dan het hele jaar een soort van mee opgescheept zit. Omdat je dan verwacht van elkaar dat je de hele dag... Maar dat hoeft niet. Ja, maar dat kan niet. En die meisjes, je hebt allerlei vriendinnen, dus die trekken met elkaar op. En dan zit je met elkaar weer veroordeeld. Ik heb zo'n duo gezien wat ik dacht van, zijn dit nou echt vrienden? Shaquille Pinas en Sergio Pat. Dus die zitten dan samen in Sofia, Bulgarije. Maar eerlijk, het zag er wel uit alsof ze het echt gezellig hadden. Maar dat vind ik zo goed. Die hebben het niet leuk. Dit is wel een mooie nieuwe rubriek. Ja, ik hoop dat onze oplettende luisteraars vaker met tips kunnen komen. Ja. Of dit nou echt vrienden kunnen. Ja, hebben wij zelf nog wat ongebruikelijke vrienden? Nou, ik weet bijvoorbeeld dat op een gegeven moment gingen Roy Kortsmit en Royston Drenthe heel veel met elkaar optrekken. Daar snapte ik ook helemaal niks van. Want ze deden die met elkaar de hele tijd. Kan Roy dit uitleggen?
Ik heb ook niet het idee dat ze elkaar nog vaak spreken. Nee, dat denk ik ook niet. En ja, wat wil jij zeggen? Ik zit te denken. Ik weet, maar ik had wel zelf... Ik ben vorig jaar best wel goed bevriend geraakt met Redouane El Ankouri. Dat zullen de meeste voetbalfans niet kennen. Ja. Maar wij zeiden ook altijd tegen elkaar... Het is gewoon letterlijk dat we nu 2 jaar lang gedwongen zijn... om met elkaar in de kleedkamer te zitten. Ja. Want ik vond het eerst jaar echt gewoon een sukkel. Ja. En dat is wel mooi in zo'n voetbalkleedkamer. Dat je dan bevriend kan raken. Of je gaat mensen waarderen... Ja. Waar je normaal gewoon straal voorbij zou lopen. Man. Ja, ik denk dat het nog wel het mooiste verhaal is... daar was jij ook bij, Bart. Ook. Wij gingen regelmatig een bakkie drinken bij Knock Knock. Dat zat op de bootsloot. Dat is inmiddels is het. Maar dat was echt een soort van onze uitvalsbasis. Ja. Wij wonen allemaal een beetje in de buurt. Kenny woonde om de hoek. Ik woonde om de hoek. Ik hoefde er maar langs te lopen. Beetje Catan spelen, oude hoeren, lullen. Zat Bart daar te studeren. Ja. Maar, zei hij tegen Laura dat hij zat te studeren? Ja, zat hij gewoon te gokken op wedstrijden uit de Australische derde divisie. met zijn laptopje zat weer interessant te doen. Maar toen kwamen wij daar een keer binnen om een potje te kaart of zo. En toen zaten daar met z'n tweeën Ivan Calero en Zakaria El Azouzi. Ja. Nou, echt een grote contrast kan je niet vinden. En wat is het contrast tussen die twee dan? Ja, je kon gewoon, die waren zo ver van elkaar. Zakaria is gewoon... Marokkaanse jongen uit Amsterdam. Die was denk ik gehuurd van Ajax. Ja. En Ivan is een Spaanse jongen. Hele brave, aardige jongen, stille, verlegen jongen. En die hadden bravoure, en die speelden drie kwart jaar samen. We hadden ze nog nooit een woord met elkaar zien wisselen. En we lopen die knock-knock in en die zitten daar met z'n tweeën koffie te drinken. Het was ook helemaal niet gezellig. Het was niet leuk. Wij gingen wij lopen dan ben ik zo benieuwd. Dan moet jij gevraagd hebben. Wie heeft dat dan geïnitieerd? Ja, ik zeg... Nou ja, ze waren samen naar de kapper gegaan of zoiets. Ja, dat, als je daar dan het gevoel wat je met z'n vieren dan hebt, dat je die zaak binnenloopt en je ziet daar twee gasten zitten, die, waarvan je denkt van, hoe kan dit? Ja, wat ook bij VVV hadden was een jongen van Arsenal gehuurd, Gideon Zelalem, heette die. Dat is een goede voetballer. En er was ook een Japanse jongen, die kwam van zo'n voetbalschool of zo, die heette Rintaro. Hmm. Maar die was letterlijk ook alleen daar, omdat zij willen dan die binding met Japan, omdat ze vroeger, weet je, die gozer Honda hadden gehad. Ja. Weer zo'n sterk houden als er nog een keer talent komt. Maar die... Maar ook allebei best wel stil. Maar die trokken dan ook gewoon met elkaar op. Omdat ze een soort van... Net wat jij zegt, dat ze er allebei gehuurd zijn. Ja. En dat is dan maar... Die kunnen nergens aansluiting vinden. En die zitten dan samen. Je ziet dan alles van dat ze er helemaal geen zin in hebben. het heeft ook iets sneus. Ja, het heeft iets heel treurigs. Ja, en ik heb heel vaak... Dan ben ik een seizoen of twee seizoenen lang heel erg dik met iemand. Echt dag in, dag uit. En dan ga je uit elkaar naar een andere club. En dan gaan ze naar het buitenland of zo. En dan is het... Compleet Sandro Schenk. Ja, Sandro spreekt af en toe nog wel. Maar nee, ik had met hem ook. Ja, maar als hij luistert, leuk dat je af en toe belt. Bel mis, man. Maar dat is wel, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik vind het wel bijzonder altijd. Ik een aantal voorbeelden van, en dat geldt, dat doe ik natuurlijk zelf net zo hard aan mee. Maar, het is maar bij Heerenveen had je Joost van Aken en Stefano Marzo, die deden alles samen. Ja. Ook wel best wel frappant duo, maar... Ja. Maar die Marzo zei al op het moment zelf, als ik straks weg ben, dan spreek ik niemand meer. En dan zijn wij tegen Joost, dat gaat ook over jou. Dat gaat gebeuren. Ja, en dat is volgens mij ook gebeurd. Maar is er een verschil tussen jullie voetbalvrienden en je normale vrienden? Maar al mijn vrienden komen gewoon van mijn middelbare school eigenlijk. Daar heb ik gewoon een groepje mee met wie ik eigenlijk al heel lang optrek. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, volgens mij hetzelfde. Maar is er een verschil tussen die vriendschappen? Ja, er is wel een verschil tussen jongens die ik al heel mijn leven ken. En dat is wel anders. Ja, mijn beste vrienden komen zijn eigenlijk ook voetballers. Ja, want ik was 9, denk ik, toen ik naar Feyenoord ging. Ja. Dat zijn jongens met wie ik dan heel de jeugd heb doorgelopen en ook op school heb gezeten. Dus dat is wel van de middelbare school. Ben je daardoor ook beperkt? Want ik heb dat idee toen ik bij Utrecht speelde altijd. Ik had het gevoel dat heel veel voetballers niet zoveel vrienden hadden buiten het voetbal. Ja, het heeft mij wel beperkt, ja. Want ik had gewoon een vriendengroep in Maasland, het dorp waar ik woonde. Ja. En ik ging best wel veel nog met die gasten om. Ook toen ik, een tijdje niet meer, maar toen ik 16 werd weer meer. Ja. Maar zij zijn echt veel meer met elkaar gebonden, omdat ze dan gewoon gingen zuipen en uitgingen. En ik deed dat niet. Ja. Dus ik heb daar wel op een bepaalde manier de boot gemist. Ja. En nu kan ik nog, ik zie die jongens nog af en toe, dat is superleuk. Ja. Maar je merkt gewoon dat in heel veel van hun herinneringen heb ik niet gedeeld. Omdat ik gewoon een saaie lul was nog vroeger. Ja, dat vond je saai. Dus vroeger. Ja. Ja. Kijk je nu eens, hè? Ja. Boefie. Werken. Werken. Leuk. Projecten. Een young professional. Ja. Een young professional. Zouden Wouter Burger en Guus Til nog contact met elkaar hebben? daar is wel een mooie bromance ontstaan. We hebben dat even kunnen aanschouwen met z'n drieën. Want wij kenden Wouter natuurlijk. Mooi ventje. We kenden Guus een beetje. En die raakten met elkaar bij Feyenoord in dezelfde ploeg. Ja,
En die lieten geen moment voorbij om aan elkaar te vertellen hoe leuk ze elkaar vonden. Burgertje, mooi ventje. Ja, Burger, mooi ventje. Burgertje, een mooi ventje. Ja. Maar toch ook los van elkaar tegen... Ja. Dus dan stuurde Guus een appie, we gaan morgen van bijten. Ik neem Wouter mee. Echt een mooie kerel. Die en dan is er Wouter dezelfde avond. Ja, Guus gaat ook mee. Zo'n mooie gozer die Guus. Ja. Maar die hebben dus ook 2 weken mee. Ik ben benieuwd of hij dan nu nog contact heeft. Ja, Wouter zit nu in Basel. Ze luisteren denk ik, nee, Wouter luistert niet. Guus luistert wel. Ja, Guus luistert sowieso. Ja, we gaan het horen. Zo'n vriendenteam, dat roepen ze altijd. Als je succes hebt, dan ben je vriendenteam. Maar ik denk altijd dat het in die volgorde is. Je hebt eerst succes, het gaat goed en dan is het heel gezellig met elkaar en dan is het een vriendenteam. Maar kan het ook andersom werken? Ja, wij hebben wel vorig jaar echt, Thomas en ik, een heel soort project gemaakt. Ja. Wij wilden eigenlijk een vriendenteam gaan starten. Dat een is professioneel toen... vriendenteam. Dat is ooit geopperd in de podcast. Ja. En dat heeft een beetje... Ja, we hebben daar zelf bij Dordrecht en Telstra was dat, denk ik. Ja. We hebben daar gewoon over gesproken. Gewoon serieus gesprek over. Ja. Hoe zag het er dan uit? Je had helemaal gewoon... van de grond gekozen. Nee. Maar die wilde gewoon een groep met zeg maar, leuke gasten samenstellen die het goed kunnen vinden. Je moet me verbeteren als ik het verkeerd zeg. Maar de grondgedachte is dat je vaak in een team als speler zelf heel goed weet wat voor jongens er in jouw team bijpassen. En dat er soms bij een speler wordt er een speler gehaald en dan weet je van tevoren, het wordt helemaal niks. Ja. Niet omdat het een slechte speler is, maar omdat hij niet in de groep past. Maar heb je dan niet het risico dat je allemaal op elkaar gaat lijken, dat je allemaal gasten hebt die op elkaar gaan lijken? Ja. Of die op elkaar lijken. Maar betekent dat je het niet gaat presteren? Ja, dat is de vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Want, ja, want jullie gaan er dus. Jullie zouden ervan uitgaan van het idee, als je allemaal gasten hebt die ik tof vind, die een beetje op elkaar lijken, die het met elkaar gaan kunnen vinden, dan wordt het een succesvol elftal. Ja, maar ook gewoon wat het feit is om mee samen te spelen. Niet dat feit, maar het gaat natuurlijk wel om bepaalde inhoud en een bepaalde kwaliteit. Dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je gelijkgestemde gasten hebt. En wat is gelijkgestemd? Nou ja, dat ze op een bepaalde manier hetzelfde over dingen denken. En als dat ook nog zeg maar is dat je... Dat je aangesproken kan worden op dingen die fout gaan. Dat je iedere dag komt om hard te trainen. Weet je wat zo ja, ja. Dus dat gaat gewoon een bepaalde kernwaarde. Als je daar allemaal achter staat. Ja. En je vindt een groep mensen die dat allemaal leuk vindt. En die daarnaast ook leuk vindt om met elkaar te voetballen. En een mooie tijd met elkaar te beleven. Dan geloof ik wel dat je daar... Dat je daar op een bepaalde manier best wel succesvol in kan worden. En je zou daar gewoon nog een technische man dan bij hebben. Maar je zou dan die kern van spelers zeg maar gebruiken. Ook gewoon in het proces van welke spelers je gaat aanstellen. Ja. En het was ook geen vriendenteam. Want nee, dat is niet het waren niet per se allemaal vrienden die uitnodigden. Maar het waren gewoon mensen waarvan jij denkt van ja, die denken op de goede manier. Ja, je weet als dit zeg maar door was gegaan, dan had het stempel vriendenteam gekregen. Ja, prima, dat had ook gemogen, maar dat was het niet. Het gaat gewoon om dat je als voetballer heel goed door hebt wie er wel goed en wie er niet goed zijn. En dat je ook heel goed door hebt wat een medespeler wel en wat hij niet kan. Ja. En als je dat dus met elkaar op de juiste manier in kan zetten, dan kan je daar gewoon kracht uit halen. Maar ik denk, Bart, wat jij wel zegt, dat je een klootzak nodig hebt. Ik vraag me dat hardop af, hoor, want ik weet dat zelf eigenlijk ook niet zo maar goed. Ons, maar het sluit niet uit. Hoe wij toen bedacht hadden, is dat klootzakken kunnen alleen goed fungeren in een team als zeg maar die balans in orde is. Ja. Dus dat ze niet de overhand hebben. En we hadden bijvoorbeeld vorige bij Excelsior, ik wil niet zeggen dat het klootzakken waren, maar de jongens met, vind ik, niet de juiste instelling. Ja. Dus die niet elke dag kwamen om hard te trainen. Ja. Als je achterkwam dat ze niet hun taken bleven uitvoeren, die hadden de overhand. Okay. En dan slaat dat de verkeerde kant op. En als jij een groep hebt waarin de kern zeg maar die waarde heeft, en je hebt dan bijvoorbeeld 2 jongens die dat iets moeilijker vinden, maar die gaan zich dan waarschijnlijk meer conformeren naar die kern. Mm-hmm. En dan heb je alsnog dus die gasten. Omdat, want die als ze dat niet doen, dan heb je ook geen probleem. Hmm. Dus dan is het gewoon van ja, je doet mee of je doet niet mee. En als je niet mee doet, dan gaat het hele feest niet door. Want de rest van de ploeg die zal daar ook op handhaven. Want je ziet toch, ik weet niet of je dat kunt beamen, maar ik heb dat zelf wel een aantal keer gezien, dat je jongens hebt die hadden dan bijvoorbeeld, waren een groepje van 3 en die trokken elkaar echt naar beneden. En toen dacht ze, dat kan het helpen, heel cynisch. Ja, tuurlijk. En dan gaan er 2 van de 3 weg en de derde die bloeit helemaal op. Ja, en dat komt dan natuurlijk gewoon omdat hij zich gaat conformeren zeg maar, naar de rest van het team. En niet meer alleen naar zijn vrienden. En als die balans goed is. Ja. En het is ik speel in mijn team bijvoorbeeld. Ik speel nu in het centrum met Tommy Beugelsdijk. We kunnen het goed met elkaar vinden. En je hebt zeg maar bij FIFA... Ik zag ook lachen om tijdens de wedstrijd. Ja, maar we zitten een beetje gewoon hetzelfde. We kunnen het gewoon oprecht goed met elkaar vinden. En dan je hebt zeg maar bij FIFA heb je die... Als je zo'n ultimate team ding maakt, dan heb je een soort van... weet ik veel. Die lijntjes, die chemie dingen. Teamgeest noemen ze dat. Die worden aan elkaar verbonden. En dan krijg je zeg maar... Maar als die groener is en een hoger percentage heeft, dan spelen ze lekkerder samen. En dat,
ik merk bijvoorbeeld met Tommy, dat werkt wel bij ons op die manier. Als je gewoon chill met elkaar kan vinden, dan je staat gewoon een beetje hetzelfde in de wedstrijd en in het voetballeven over het algemeen, dan kan het elkaar wel omhoog stuwen. Maar ja, misschien is het ook maar een anekdote. Maar het voelt wel alsof het zo werkt. Of met de keeper. Ja. Als je zeg maar een beetje frictie voelt op elkaar, je bent een beetje ongemakkelijk met elkaar, dan kan het zich ook vertalen in het veld. Maar als dat heel erg een soort eenheid voelt of een vriendschap voelt, dan werkt het wel. Ja, dus ik denk dat het ook veel met vertrouwen, dat je kan vertrouwen op elkaar te maken heeft. Dat is zeg maar. Dus dat je niet het idee hebt van, hey, volgens mij gaat het daar altijd een beetje mis, zeg maar. Dat je het idee hebt dat iemand anders in je gezicht gewoon doet alsof hij aardig vindt, maar tegelijkertijd achter je rug om. Juist, dat je het idee hebt van, ja, die vindt me eigenlijk helemaal geen relaxed kerel. Ja, of hij vindt geen goede voetballer, weet je wel. Ja. En dat laat hij ook wel blijken, dat merk je. Ja, maar tegen mij doet hij anders. Ja, en daar gaat het meestal dan mis. Ja, en als je dus en dan hoef je dus niet alleen maar dezelfde mensen bij elkaar te roepen, maar dan als je het voor elkaar krijgt dat iedereen op elkaar kan vertrouwen, dat iedereen zich normaal gedraagt en zich op bepaalde manier. Heb je wel eens met iemand in het centrum gestaan, gewoon dat je echt merkt dat je daar zelf minder door gaat spelen? Je hoeft niet per se dan naam toe, maar gewoon waar lag het aan? Nou ja, een beetje wat Thomas nu zegt eigenlijk. Ja, ik heb het wel eens gehad. Of in ieder geval dat ik het gevoel heb dat het met de ene makkelijker gaat dan met de ander. Bijvoorbeeld om wat Thomas nu zegt, dat je het gevoel hebt van ja... Die gaan de mensen in mijn rug steken als moed terug. Ja, bijvoorbeeld. Of hij zal nooit iets voor me oplossen. Hij speelt voor zichzelf. Ook, ja. we zijn niet een duo, maar we doen alsof. Ja. Dat gevoel eigenlijk. Maar ook, ook in de aanval, hoor. Bijvoorbeeld met een spits samenspelen. Moeilijk, toch? Waarvan je het idee heeft, ja, die loopt alleen maar voor zichzelf. Dus dan wordt het nooit, dan gaat het nooit worden. Ja. Dat is gewoon heel moeilijk. Bij jou kun je dat goed zien, denk ik, bij Excelsior. Ja, dat je daar niet echt die klik had voor. Ja. Kunnen jullie echt goed bevriend zijn met iemand die met wie je concurreert? Die op dezelfde plek staat? Ja, een van mijn beste vrienden. Daar heb ik achter gezeten 2 jaar. Kan je dat helemaal los van elkaar zien? Ja, maar dat... Ik denk, want ik heb natuurlijk over deze vraag nagedacht, want ik wist dat die ging komen. Moet je zeggen, man. Het moet allemaal spontaan lijken. Nee, sorry. Ja, maar ik had verwacht dat het ging komen. Ik heb er geen draaiboek. Daarom lees je het draaiboek ook niet. Ja. Maar ik denk ook dat dat te maken heeft met op het moment dat ik hem leerde kennen, dat ik in mijn hoofd eigenlijk al niet meer zeg maar de topsporter was die ik een aantal jaar daarvoor was. Ja. Dus dat het daarom ook beter is gegaan. Ja. Want ik vind dat het prima kan. Maar ik denk eigenlijk dat als je echt een winnaar bent, dat heel moeilijk samengaat. Ik denk als je een... Bij keepers zie je het wel vaker volgens mij. Je bent altijd met elkaar. Weet je hoe dat bij mij bijvoorbeeld ook is? Ik was dan die laatste jaren bij Excelsior met Alessandro Dame. Prima gozer. Spreek niet in het weekend mij af, zo, maar kon ik gewoon de club prima mee overweg. Maar dat zou iemand kunnen zijn, want hij is ook best wel tijdens de training. Hij kan een beetje een eigen heimer zijn en echt zijn eigen pad trekken. En als je dan gewoon daar echt helemaal alleen voor jezelf bent, dan doe je dat ook. En dat zou echt frictie worden. Ja. Maar ik heb dan ook zoiets, dan stond ik op het veld en dacht ik, het zou wel chill zijn als we gewoon een beetje een lekker sfeertje hebben. Ja, dus dacht ik soms maar gewoon aan het ijs breken of zorgen dat het gewoon een beetje gezellig was. Ja. En daar ben ik ook wel eens op aangesproken. Weet je, dat ik dat dan... Dat mensen in de staf dat gek vonden. Of die vonden dan, want dan lijkt het alsof jij het eigenlijk wel best vindt zo. Ja. En dat was misschien ergens ook wel. Dat ik het dan belangrijker vond dat het gezellig was in die tijd. Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen. Maar een goede vriend, die moet je toch echt de wereld gunnen. Eigenlijk. Die moet je alles gunnen. En dat is met een concurrent best wel moeilijk, vind ik in ieder geval. Dat je... Ja. Daarom zegt het ook wel iets, denk ik, over hoe ik op dat moment al naar mijn eigen carrière keek. Alright. Leuk. Ben jij wel eens bevriend geweest met een... Schenk was ook als linkscentraal. Nee, we waren een duo. Dus dat maar het is toch onzin? Want jij hebt toch best wel een felle concurrentiestrijd gevoerd ook met Alessandro Dame. Ja, klopt. Maar met Lex kon ik prima overweg. Maar bijvoorbeeld met Sonny Stevens, dat is een van mijn beste vrienden. Ja, oké. Maar daar was het verschil misschien ook iets groter op dat moment. Toen was jij volgens mij derde keeper bij ik zelfs. Ja, maar in Go Ahead zat ik 1 plek achter. Ja, oké. Maar dat verschil was kwalitatief misschien wel... Het is een goede vraag. Waar moet een vriendschap aan voldoen? Tot slot. De grote romantische vraag. Ik heb het idee dat jij hier lang over hebt nagedacht. Nee, niet zo, nee echt niet. Kom eens met iets moois. Ik heb er echt niet lang over nagedacht. Wat ik mooi vind is dat het dat ik je niet aan hoef te trekken. Dat het van beide... natuurlijk dat je gemeenschappelijk interesse hebt. Dat je kan lachen met elkaar, dat je elkaar kan vertrouwen. Maar dat het ook voelt alsof het van twee kanten komt. Dat de ander net zo tof vindt om... met jou iets doen dan andersom.
Ja, dat is belangrijk, denk ik. En ik vind het leuk, en ik selecteer mijn vrienden daar niet per se op als iemand mij een beetje op een ander pad kan brengen. Of op een ander inzicht kan brengen. En dat lukt niet altijd. Je hebt je vrienden meestal al 20, 15 jaar. Maar dat is wel leuk, vind ik. Ja, een beetje emotioneel gesprek. Ja, ik vind het wel leuk. Ik ken dus mensen die inderdaad op een bepaald moment in hun leven hun vrienden langs een meetlat gaan leggen. En dan bepalen van... maar dat zou ik zo... Ik heb eigenlijk nog nooit daarover nagedacht. En ik denk niet dat ik dat ooit ga doen. Want aantrekken bij Shell, dan moet je hem elimineren. Ik denk wel eens... Ja, maak je verhaal af. Ik zie dat gewoon als iets heel natuurlijks. En ik kan ook gerust, zeg maar, een goede vriend van mij een half jaar niet spreken. En dan in één keer weer dagelijks of wekelijks, weet je wel. Dus ik ben daar eigenlijk helemaal nooit echt mee bezig geweest. En ik ben ook niet van plan om me daar ooit mee bezig te gaan. Ik hoorde dus, ik was een tijdje terug met een gozer, die ken ik niet zo heel goed, maar die sprak dan op een verjaardag. Ja. En dan ging het over een jongen die ik ken, en dat is dan ook een van zijn beste vrienden. Ja. En zei hij ook, ik ken die gozer helemaal niet uitstaan. Maar ja, het is mijn beste man. Het kan eigenlijk echt niet meer, maar ja, het is wel gewoon mijn beste vriend. Ik denk dat ook, want je komt op vaak met een soort willekeurige toevalligheid bij elkaar. Je zit in dezelfde klas of bij dezelfde club of je voetbalt met of allebei. Je broertjes voetballen met elkaar of wat dan ook. En dan is dat de reden van jullie vriendschap, de basis. En vervolgens ga je dingen meemaken met elkaar, dus ga je geschiedenis maken en herinneringen maken. En dat maakt die basis breder. En dan is er een soort van loyaliteit uiteindelijk, want dan heb je gewoon, ja, dan ben je aan elkaar verbonden en dat... Die loyaliteit, die kan zo 50 jaar duren. Terwijl onderweg misschien blijkt dat jullie helemaal niet zo op elkaar lijken. Of iets van elkaar. Dat er allemaal mensen zijn met wie je het eigenlijk beter had kunnen vinden. Maar dat gebeurt dan niet. Want je bent gewoon loyaal aan de vrienden die je hebt. Dat is hoe ik er wel eens over nadenk. Maar ik vind dat helemaal niet erg. Dat is juist leuk. Ja, bijvoorbeeld bij mij in mijn dorp heb je allemaal van die verschillende vriendengroepen. En daar zitten de meest uiteenlopende types in. Maar die lijken het wel heel erg leuk te hebben samen. Ja. Ja, maar ook misschien omdat ze gewoon een gedeelde geschiedenis hebben en gewend zijn. En ja, net zo ja, oud zijn. Ja, toevallig in hetzelfde dorp. Vaak is het zoiets willekeurigs, toch? Ja, dat is wel. Ja, maar goed. Laten we afsluiten. Of je moet er nog wat over willen weten. Ik vond het wel een leuk onderwerp een keer. Ja, dat was mooi. Zijn wij eigenlijk vrienden? Ik weet niet, man, Maarten. We hebben de podcast nodig. Wat denk jij van? Zelf zou ik nu stoppen met die podcast en die vriendjes die verhuisd naar Italië. Nee, ik zeg je eerlijk, ik vind jullie zijn wel vrienden van me. Ik gooi hem gewoon op tafel. Ja, dat is mooi. Ja, ik had hetzelfde gezegd. Ja. Ja, ik ook wel. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer. Dat is ook zeker. Aanradertjes doen? Ja, is mooi. Iemand zin om me af te trappen? Ja, ik trap hem wel even af. Oh, letterlijk, ik ben heel benieuwd. Wat haat hem? Nee, ik had er wel een. Ik heb me ingeschreven bij VOC. Ping. Tijdje terug. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte nog op te voetballen. En dat komt deels omdat ik ben gestart met kickboksen. Ah, kijk. En dat is echt fucking leuk, man. Mm-hmm. En ik ben niet bij een of andere professionele gym. Het is gewoon met een groepje gasten en een paar dames. S'avonds in een, in zo'n gymzaal die afgehuurd wordt. Klein groepje Rotterdam. En het is echt, echt leuk om te doen. En van tevoren doe je een beetje conditiedingen. Daar vind ik niet zoveel aan. Maar daarna ga je gewoon lekker rammen. En ja... Ik vind het eigenlijk op dit moment veel, veel leuker dan ik voetbal heb gevonden de laatste jaren. En het is ook als je in Rotterdam woont en je zoiets lijkt je leuk, maar je weet niet zo goed waar je moet starten, stuur gewoon even een mailtje. Want het is echt, die drempel is heel laag daar om te beginnen. Dus VOC kan voorlopig fluiten naar jouw kinderspeels. Ja, ik sta nog niet te trappelen. Goed. Thomas. Ja, ik had volgens mij een tijdje terug. Vorige week had ik het over de veroordeling. Ja. En dat ik... dat ik die podcast had geluisterd van jou over de mediazaak. Mooi, je maakt een soort trilogie van je aanraders. Ja, ik ben er zelf niet blij mee. Maar ik kreeg dus... Hoe komt dat nou toe? Want je zit in de auto dan, je rijdt met iemand naar Amsterdam. Ja. Maar je luistert alleen maar podcast. Dus zijn jullie vrienden? Ja, dat is helemaal je maat. Nou, wij zijn nog geen vrienden. Maar kan nog komen. We kunnen het wel goed met elkaar opschieten. Dus dat is ook wel iets. Maar, dus toen kreeg ik van iemand op Instagram kreeg ik een tipje van... Hey, ik hoorde je praten over... Hij zei ook Maurice de Dagoe, tot vier keer toe. Zeg maar. Ja. En hij zei van... Ja, je moet misschien toch even die podcast van de Dagoe luisteren. ik denk eigenlijk, ik berichtje er wel bij pakken. Dat is heel mooi. Hoe heet die eigenlijk, die podcast? De Schoft... Ik had gewoon bijna van David de Moordzaak. Ik had er gewoon bijna bij die 5 uur show echt Maurice de Dagoe gezegd. Omdat jullie me zaten op te nemen. Ja, dat echt dramatisch. Oké, ik kan je deze aanraden. Maurice de Hond, de Schof van de David de Moordzaak. Dit is een podcast van de Dagoe zelf. Waar alle feiten en hypotheses verteld die niet in de film zijn gekomen. Je moet even door de irritante, bedweterige toon van de Dagoe heen luisteren.
Maar ben toch benieuwd wat je denkt nadat je het verhaal van twee kanten hebt gehoord. En ik ben nu aan het luisteren. Ik zit bij aflevering 5 of zo. En ik kan hier niet tegen. Want ik laat me al zo snel beïnvloeden, zeg maar, door aannames en dingen. Maurice de Hond doet aannames, maar je komt erachter dat het OM en weet ik, die hebben ook allemaal aannames gedaan. Ja, en dan kom je in zo'n clinch, zeg maar, wie moet ik nou geloven? En ik zit gewoon in een soort van crisis. Een realiteitsconflict. Ik weet niet wie ik moet geloven. Dagu en het OM. Ja, en dan ben ik toch geneigd om voor het OM te kiezen, ja, natuurlijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, de eerste paar afleveringen vind ik dat Dagu heel magertjes tentonele komt. Maar vervolgens komt hij wel met dingen waarvan ik denk van ja, dat is toch interessant. Tonne zeg. Ja, ja, ja. Dus, en dat gaat dan vooral over de onschuld van die Ernst Lauwers. Niet over de schuld van de Klusjeman. Interessante podcast. Ik zou hem toch eens even luisteren om... Hoe heet hij nou? Maurice de Dagu, de schoft van de David de Moordzaak. Leuk. Ik ben maandagmorgen naar de film Druk geweest. Deense film. Ja, die moet ik nog zien. Dronken in het Deens. Druk. Ja. Ik heb echt genoten. Het gaat over vier mannen. Veertigers, midlife crisis. En die besluiten op een dag, ze zijn leraar op een school. En ze zitten gewoon niet echt lekker in. Saai leven. En die besluiten op een dag de volgende theorie te testen. Namelijk dat de mens geboren is met 0,5% te weinig alcohol in het bloed. Want met een klein beetje alcohol de hele dag door, een klein beetje dronken zijn, ben je losser, creatiever, gezelliger, openhartiger, et cetera. En dat gaan ze testen en dat gaat natuurlijk... gaat in eerste instantie echt heel goed. Het is echt leuk om te zien hoe los die mannen komen en hoe hun leven eigenlijk opfleurt. En natuurlijk gaat het van kwaad tot erger en dan wordt het uiteindelijk een wat lastiger verhaal. Maar ik vond de film leuk, vrolijk en... die theorie is ook niet zo... Het is erg ongezond, maar het is wel. Het doet je nadenken over... hoe zwaar weegt verstandig doen tegenover een leuk leven of een tof leven. Dat vond ik een leuke... Ik heb me in Venlo geprobeerd met een iets meer met een interval. En het was wel een heel leuk leven. Een intervalletje, ja. Zoals voetballen verder niet aan te gaan. Nee, ja. Dat... kan er nog gestemd worden op de podcast awards? Ja, ja, fuck it. Doe dat kan dan een keer, man. Ja? Ja, de Dutch Podcast Awards. Nee, podcastawards.nl, ja, geloof ik. Podcastawards.nl. En dan nomineren nog is het, geloof ik. Hè? Ja, en abonneren. Hoi, hoi.